Maandag kwam er verschrikkelijk nieuws naar buiten. Darter Toon Grebe is op 35-jarige leeftijd overleden. Grebe kwam twee keer uit op het PDC-WK. Hierin verloor hij van John Barth en Peter Manley. Hij zal worden gemist in de dartwereld. Zo ook door zijn goede vriend John Sterk. John, wat een verschrikkelijk nieuws. Ja, dank je. Ja, dat is inderdaad schrikken en heel erg. Ja, zeker op die leeftijd. Het is natuurlijk altijd erg als iemand overlijdt, maar helemaal als je nog zo jong bent. Ja, want kan je omschrijven wat voor band jullie precies hadden? Waren jullie vrienden, beste vrienden? Nee, ik denk zijn beste vriend. Weet je, dat verandert natuurlijk in de loop van de tijd. Dus we hebben wel periodes gehad dat we heel veel met elkaar omgingen. Ik ken Toon ik denk al 20 jaar. Ik heb je net een foto doorgestuurd. Die moet je er even inzetten. Want die ja, is een van de eerste foto's die ik van ons samen heb. Ik ken Toon al 20 jaar. Ja, we hebben periodes gehad. We zagen elkaar dagelijks en spraken elkaar dagelijks. En er zaten ook periodes tussen. Ja, dat we elkaar een aantal maanden of zelfs een half jaar niet spraken. Dus een beetje zoals het meeste, bij de meeste vriendschappen gaat. Zijn beste vriend, ja, daar kan ik niet zeggen. Een van mijn beste vrienden. Beste vriend is denk ik, weet je, Danny Klompenburg. Dat is wel een van zijn beste vrienden. Die sprak hij echt wel wekelijks, ja. Oké, ja. We nemen dit op donderdagavond op. Het nieuws kwam natuurlijk afgelopen maandag naar buiten. Was het schrikken voor jou of zag je het wel al aankomen? Ja, ik had wel van een aantal mensen, ik had Toon al op een tijdje niet gesproken en ik had van een aantal mensen al gehoord dat het gewoon niet goed met hem ging. Mijn broertje stuurde ook nog een berichtje afgelopen weekend van, ja, ik hoor dat het met Toon niet zo goed gaat, dus stuur ik hem al terug. Nou, dan ga ik hem van de week even bellen, maar ja, zover is het niet meer gekomen. Maandag middag, toen stuurde Jermaine mij een berichtje, Jermaine wat hij meenam. Ik heb niet zo goed nieuws, stuurde die. Toon is vanochtend overleden. Dus toen hebben we gebeld en toen hebben we eerst maar eens ouderwets potje keihard zitten janken met z'n tweeën. En daarna een hele hoop mensen gesproken. We zijn vandaag afscheid wezen nemen. We zijn wezen kijken bij de kist en zijn moeder wezen condoleren. Ja, je hebt vandaag inderdaad dan ben je naar zijn moeder geweest en je hebt Toon gezien. Hoe was dat? Ja, ik keek wel een beetje tegenop om te gaan kijken. Dan moet ik wel zeggen, hij lag er best netjes bij. Toen was natuurlijk ziek, hè, dus ik was eigenlijk een beetje bang dat hij wat vreemde kleuren zou hebben, maar ze hebben hem wel netjes neergelegd. Ik had het idee dat zijn moeder het ook wel fijn vond dat we er even waren. Dus we hebben 3 kwartier zo daar gezeten met haar en wat herinneringen van vroeger en zo op zitten halen. En over Toon gehad. Ik ben vandaag geweest met Dion van Hartog en Roy Kievit, die hem ook vrij goed kende. Ja, want hij was inderdaad ziek. Is uiteindelijk bekend waaraan hij precies is overleden? Ja, Toon is natuurlijk 2 jaar geleden. Diabetes heeft hij al heel zijn leven. Vanaf zijn 16, 17 of 18 dat hij diabetes kreeg. En zijn nieren deden het de afgelopen 2 jaar niet meer goed en was wel behoorlijk ziek geworden. Dus hij moest ook 3 keer in de week dialyse. Hij is vorig jaar november is zijn andere been natuurlijk geamputeerd. Een aantal jaar geleden was al 1 been geamputeerd en vorig jaar zijn andere been. Ja, en het lichaam was uiteindelijk gewoon op. Ja, want in 2017 kwam hij vooral in de media natuurlijk vanwege zijn been die geamputeerd werd. Hij was toen wel heel optimistisch, leek hij, echt om weer zijn carrière op te pakken. Hij won daarna ook nog de Polish Open. Na de tweede amputatie hadden we eigenlijk niet zoveel, hoorden we meer van hem. Is dat echt een zware klap voor hem geweest die hem misschien wel genekt heeft? Ja, ik wil het niet veel over zeggen, maar vorig jaar lag hij in het ziekenhuis. Er wisten ook niet veel mensen dat hij in het ziekenhuis lag. En hij wilde daar niet al te veel aandacht op krijgen. Hij had het gewoon heel moeilijk mee, dat is wel te begrijpen natuurlijk. Ja. Ja, want toen was het darten bijvoorbeeld, was ook, dat deed hij daarna ook niet meer. Na zijn tweede amputatie heeft hij geloof ik nooit meer een pijl gehoord. Niet dat ik weet in ieder geval. Ja, nadat hij natuurlijk met zijn prothese kwam te lopen, heeft hij natuurlijk nog polen gewonnen. Want dat was natuurlijk wel heel knap dat hij dat deed. Ja, Toon was gewoon een fantastisch talent. Dus buiten dat het een fijne vriend was, was het echt gewoon een fantastisch talent qua darten ook. Ja, want inderdaad, laten we straks als darter, maar wat was Toon inderdaad voor mens? Kennen elkaar goed. Ik moet omschrijven, denk ik, Toon was een beetje een allemansvriend. Er zat een goed hartje in.
Hij kon slecht tegen onrecht. En ondanks alle tegenslagen dat hij had, probeerde hij er eigenlijk wel altijd het beste van te maken. En hij was, had altijd zijn humor wel klaarstaan. Had altijd de grappen wel voor de hand. Ja. Ja, want heb je nog een leuke anekdote te vertellen die jullie samen hebben meegemaakt, misschien in een van de toernooien? Ja, ik heb een paar dingen. Ja, ik heb gewoon even een paar dingen opgeschreven. Dus omdat ik wel, weet je, ja, het leuke. Of het lijkt mij in ieder geval fijn om in ieder geval wel de leuke dingen te blijven herinneren. En niet zijn ziektebeeld van de laatste jaren. Dus ik heb een paar dingen opgeschreven. Oh, is dat, hoe ik toen ontmoet had. Dus, en ik was toen. Ik moet dat die foto ook even inzetten. Want we waren twee jonge mannetjes toen. Ja, de foto Ik kan wel was een zien. jaar. Ja, oké. Okay. Ik was een jaar of 19. Toon was een jaar of 15. En er was een ranking in, ergens in Den Bosch. Ik woon dicht bij Den Bosch en Toon in Den Bosch. En daar heb ik Toon toen leren kennen. En Toon was echt nog zo'n klein dik propke. Een beetje zo'n Eric Cartman-achtig zag hij eruit. En toen liep hij daar in zijn haren zo naar de zijkant zo gekant. En toen liep hij langs iemand, ik weet niet eens met wie. En haalde hij zo zijn hand over die haren. En heel die haren zo door de bar. Oh, Toon moet het niet doen. En die wou dat terug doen. En toen zei Toon, ho, stop, zegt hij. Stop. Hij zegt, ik moet zo nog op de foto, want ik gewonnen heb. En van Rempel, hij won nog het toernooi ook. Hij zegt, ja, nu zit mijn haren nog Hij won netjes, nog zegt ook, hij. inderdaad. Dus ja, hij won ook, ja. Ja. Ja, en daarna hebben we eigenlijk contact gekregen en zijn we veel dingen samen geweest. Ik moet even mijn telefoon uitduwen, want ik word gebeld. Ja, wat heb ik? Oh, ik heb, oh ja, Dion die vandaag mee is geweest, Dion daarna toch? Dan zijn we een keer met z'n drieën zijn we een week of anderhalve week zijn we op vakantie geweest. Ik praat ook al over jaren geleden. En mijn vader heeft, die is camping-eigenaar, heeft zijn eigen camping. En daar waren we. Dus ik had daar destijds een caravan waar ik dan gebruik van maakte. Als ik in de weekend of in de vakanties was. En toen waren we in de kantine geweest. En toen kwamen we, de jongens zeiden, wij gaan vast terug naar de caravan. Ik zeg, nou, steek lekker even de vuurkorf, buiten de vuurkorf die ik maak. Steek de vuurkorf even lekker aan. Ik zeg, maar niet hoog, want gisteren had best wel een flink vuurtje erin. Ja, geen probleem, is goed. Ik heb nog een biertje gepakt in de kantine. En toen liep ik terug over het pad. En toen had Toon het vuur zo hoog opgestookt dat de vlammen boven de caravan uitkwamen. En toen kwam bij de caravan. Toen had hij het tuinhekje had hij afgebroken. Was hij tuinhekje aan het opstoken? Hij zei: Ja, het hout was op, dus ik heb het tuinhekje maar gepakt, zegt hij. Dat is een Ja. enorme losbol, krijg ik wel een beetje mee als ik af en toe verhalen hoor. Oh ja, dat wel, maar ook wel, hij kon ook wel serieus zijn. En Tony hield wel van gezelligheid en mensen. En hij was, eigenlijk had hij altijd wel voor iedereen nam die de tijd. Hè, want ja, iedereen mocht hem, dat best knap als je dat voor elkaar krijgt. En hij nam altijd, als mensen hem aanspraken op toernooien, dan nam hij daar altijd wel de tijd voor. Ik had altijd het idee dat hij ook altijd graag alleen was. En de stilte vond hij ook wel fijn. Als we terug in de auto zaten of zo, dan vond hij het ook wel fijn om gewoon even rust te hebben. En dat er gewoon even een keer niemand tegen hem sprak en zo. Ja, Ja. was het ook een positief mens na zijn amputaties alsnog? En zeg maar echt tot het einde is hij positief gebleven? Of is op een gegeven moment hem het ook te veel geworden? Tot zijn tweede amputatie is wel redelijk positief. Ja, zijn relatie op een gegeven moment uitgegaan, daar heeft hij het wel lastig mee gehad. Wanneer is de relatie uitgegaan, als ik vragen mag? Dus volgens mij 2 jaar geleden ongeveer. Ja. Oké. En hij is tot zijn tweede amputatie, tot zeg maar een jaar geleden, is hij wel redelijk positief gebleven. En ja, op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel lastig. Ja. Ja, dus Ik ik vind dat hij, kijk, hij heeft zoveel tegenslag gehad. Zijn diabetes en dan zijn nieren, zijn amputaties, been eraf, nog een stukje van een been eraf, andere been eraf. Ja, zijn gezondheid zat hem gewoon niet mee. En ik vind dat hij dan toch wel echt wel geprobeerd heeft om het beste gewoon wel ervan te maken. Ja. Ja, weet je, Toon had wel echt heel veel met zijn moeder op. Zijn moeder was hem alles. Dat had hij het ook als we naar het voetballen toe gingen, of als we een keer in de kroeg gingen zitten, of iets leuks doen, of naar het darten, competities, toernooien. Ja, zijn moeder kwam altijd te sprake, dus zijn moeder was hem alles. En andersom was dat ook zo. Zijn moeder was ook altijd met Toon bezig en die heeft natuurlijk ook verzorgd tot het laatst van toe. Ja. Ja, je zegt jullie gingen samen naar het voetballen. Voor welke club was Toon? Ik denk FC Den Bosch. Ja, we gingen naar de Bosch, FC Den Bosch, ja, dat klopt, ja.
Ja, en ja, we gingen regelmatig, als we samen gingen op de, als we het niet samen gingen doen, dan zat ik altijd aan de overkant, maar als we samen gingen, zaten we op de M-site, dus dat is waar de vaste supporters zitten. Daar heeft hij ook jarenlang een seizoenkaart voor gehad. En ja, we zijn een aantal keer ook, of we gingen wel samen daar naartoe. Dus we hebben een keer in de winter daar gezeten, in de winter een keer daar gezeten. Oh, toen regende het en die regen die kwam onder de overkapping. En dus we werden helemaal nat en het was ook nog eens keikoud. Hij zei, toen had hij die prothese al. Hij zegt, John, ik heb het zo koud. Mijn been wordt er helemaal hard van, zegt hij. Mijn been wordt er helemaal hard van, zegt hij. Ja, Ja, hij dat was maakte ook daar. nog. Ja, nou, hij kon daar wel. Hij maakte daar op zich nog wel geintje over dat hij die prothese had. Ik weet dat hij ziekenhuis zei. Ik zei, wat doe je nou heel dag? Hij zei, ja, ik heb gisteren de film Footloose gekeken, zei hij. Dus hij had er wel humor over, maar hij zei ook van ja, we moeten er ook niet te veel over lachen. Want hij zegt, ik moet het gewoon accepteren dat het zo is. En als je daar te veel humor voor gebruikt, ja, dan wordt het vaak niet de acceptatie niet makkelijker van. Nee. Nee. En hij heeft zelfs met die prothese dus nog de Polish Open gewonnen. Wat voor darter was hij überhaupt? Oh, heel talentvol. Weet je wat Tony altijd, als je oude beelden van hem terugkijkt. Hij had een soort, vooral met zijn laatste pijl, had hij zo'n trekje. Alsof hij daar achteraan hupte. Dus Hij liep zijn nog op. wedstrijd op het WK, die was goed, zegt hij. De eerste keer het WK stond tegen Pieter Manley. Daar had hij eigenlijk moeten winnen. Ja. Ja, dat was een Hij hele heeft bij spannende zijn. wedstrijd. Dus valt op YouTube valt dat nog terug te zien. Dat is echt een aanrader. Dus echt een hele spannende wedstrijd was dat. Ja. En ze Ja. ging dan niet tot de laatste set en dan ook nog eens een tiebreak, geloof ik. Voor mij werd het 5-3 of 4-2, zeg ik uit mijn hoofd hoor. Ja. Ja, nee, dat was inderdaad. Hij heeft 2 keer dan uiteindelijk mee mogen doen aan het WK. Hij is een beetje van Ja, dezelfde twee. generatie van Michael van Gerwen. Wat was hun relatie? Kom ik allebei uit Brabant natuurlijk. Ja, die hebben alle twee bij Maasdaars gezeten. Dus ik weet niet of dat ze nu nog contact hadden, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik spreek Michael eigenlijk nooit. Ja, zij hebben alle twee bij Maasdaars gezeten. En zij zijn van dezelfde generatie. Zij zijn samen een beetje opgegroeid en veel samen gehoord. Gijs Duijs zat toen ook in dat groepje, in die lichting. En Gijs is een aantal jaar geleden overleden. En daar hebben we een memorial een keer voor georganiseerd. En daar, die won Toon. Dus ja, voor zijn overleden vriend. Ja. Volgens mij Ja. is het de laatste toer met die won zelfs Toon, denk ik. Okay. Ja, we hebben het hier van de week aan de telefoon al over gehad, maar je begint zelf over een memorial. Je kan er nog niet echt over nadenken, maar zal dat een idee zijn om dat voor toongeven te Ja, organiseren? weet je, dit gaan we wel gewoon een keer doen natuurlijk. Alleen ik heb van de week al 8, 9 mensen gekregen die de vraag stelden van, goh, kunnen we een memorial organiseren of iets anders iets leuks ter nagedachte is aan Toon. Ja, de eerste vroeg ik op maandagmiddag al, dat vind ik wel een beetje snel. Als een crematie moet ook plaatsvinden, dus ja, dat vind ik niet heel gepast om daar nu al ja, over te beginnen. En zoiets moeten we gewoon met zijn moeder eens een keer overleggen of hij die een fijn idee vindt. Maar dit is iets voor het latere. Dus, Ja, ja. de Maar dat PDC. we iets moeten doen om hem niet te vergeten. Daar vind ik wel. Kijk, dan zei ik tegen jou ook al, daarmee weet je, de eerste week is er vaak, bij zoiets is er veel, veel aandacht. En wat je vaak merkt is, of wel eens merkt, is dat mensen daarna toch wel vergeten worden. Dat is natuurlijk wel jammer. Ja. Klopt. Ja, de PDC stond ook even stil bij het overlijden van Toon Gebe. In januari krijgen we dan een World Series toernooi in Den Bosch. Nou, dan denk ik 1 in 1 is 2. Oh, om dan iets te doen. Om dan iets te doen. Al noem je de prijs naar zijn naam, zou ik al een mooi eerbetoon vinden. Ja. Oké, okay, ja, dat is een beetje. Ja, wij gaan zelf gewoon een keer iets met Ja. vrienden dan wat opzetten voor Tony. Ja, ik vind wel een goed idee wat je op hebt trouwens. Andere darters, met wie van het bekende circuit een beetje die hoog spelen binnen de PDC, ze waren echt goed met hem. Je noemde al Jermaine Wattie meenam bijvoorbeeld. Ja. Ja, Hitchemee was er echt helemaal kapot van. Ja, die hebben ook op onze toernooi veel samen gekoppeld. Zij zijn altijd de twee beste bij ons op onze toernooi geweest. En ja, die was er echt helemaal gebroken van. Dus ja, begrijpelijk ook. Tony West was hier ook goed mee, volgens mij, hè? Ja, Tony zou vanmiddag eigenlijk meegaan.
En die zei af, dus, maar die gaat morgen wel, begreep ik, naar de crematie. Oké. Naar Vlijmen, ja. Ja. Dat klopt. Dus ja, weet je, Toon is natuurlijk zelf altijd top daar geweest. Dus uiteraard komen je vrienden dan ook uit die wereld. Dat is gewoon zo. Dus wij zijn, daar moet je ook wat foto van inzetten. Wij zijn nog met een hele jonge Gian van Veen een aantal jaren op pad geweest. Oké. Dat is Gian 11 jaar. En wat we eigenlijk altijd standaard deden, was teruggegaan te stoppen bij de McDonald's. Dus ik heb toch ook weer wat McDonald's zit eten met de Toon en Gian samen, ja. Wat was de band tussen Toon en Gian dan? Of spraken die elkaar de laatste jaren ook niet echt meer? Nee, ik heb Gian een beetje op een gegeven moment leren kennen en die wilde graag dat. Dus die hebben op een gegeven moment onder ons hoede genomen. Die is gewoon wat toernooien mee geweest en dan competities mee en zo. En daar zat Toon ook tussen in die club van ons. Dus zodoende dat kwam. Ik had hem nog aan de telefoon van de week, Gian. En ja, weet je, dat is natuurlijk wel dus voor hem, maar dat is ook voor Jermaine of de andere jongens die nu PDC gooien. Ja, die zijn nu aan het spelen. Dus die kunnen morgen niet bij de crematie zijn. Ja. Nee, ja, dat is inderdaad, dat komt inderdaad gewoon heel rot uit, inderdaad, dat er nog een Players Championship toernooi is. Laten we in ieder geval dan deze, ondanks dit verschrikkelijke week eigenlijk, die toch wel is dan vanwege zijn overlijden, laten we Ja. afsluiten met een mooi verhaal, vind ik nog. Want je hebt wel dingen opgeschreven. Ik zou graag nog een leuk verhaal van je horen. Kijk, ik heb een aantal dingen waar ik inderdaad even naar. Dit heb ik vernoemd. Ja, ik had er wel aantekeningen gemaakt, omdat ik wou niks. Even, ja, ze is altijd moeilijk, dus ik vergeet heel veel dingen. Maar zijn moeder heb ik dan genoemd, en daar had hij gewoon echt heel veel mee op. Maar dan had hij ook met zijn opa. En zijn opa ging ook altijd mee naar dat kijken. En mensen die ook veel voor hem gedaan hebben, die wilde ik even vernoemen. En dan ga ik daarna wel even een mooie verhaal of een mooi verhaal over Toon vertellen. De broers Langebak, Patrick en William Langebak van Café de Beer. Vroeger heette dat Bakkers in Rosmalen. Ik heb veel met hem, ook veel voor hem gedaan. Zeker in dat ook. En hetzelfde geldt voor Helmoet Hoppenbrouwer van Hemeco. Dus die hebben altijd wel voor hem klaarstaan. Ja, en heel veel mensen natuurlijk voor hem klaarstaan. Waar zou ik eens. Ik heb wel een aantal leuke verhalen. Is maar eentje beginnen dat. Toon kreeg diabetes. En toen moest hij prikken. Dus insuline prikken. En toen waren we een aantal dagen weg. En hij zegt: ja, als ik nou een keer zo'n hypo krijg. Als ik, dan moet jij die spuit in mij duwen. Want hij zegt: ja, dan lig ik daar op de grond te trillen, zegt hij. Dus dan moet jij dat doen. Maar ik kan niet tegen, en dat wist hij natuurlijk, ik kan niet tegen naalden. Ik krijg helemaal de kriebels van naalden en van bloed en van ziekenhuizen. Dus hij zegt, ja, we moeten wel oefenen, zegt hij. Dus hij die pen klaargemaakt en die pen aan mij gegeven. Hij doet de shirt omhoog. Het was hij nog flink aan de maat. Die kwam er onderuit. Hij zegt, nou, prik maar, zegt hij. Ik zeg, Toon, dat kan ik niet. Dus ik ga zo voor hem zitten, zo met die naald zo recht voor zijn buik. Ik zeg, Toon, sorry, maar ik kan het echt niet. Je moet, zegt hij, je moet. Ik zeg, Toon, ik kan het echt niet. Je moet, zegt hij. Ik zeg, Toon, ik kan het echt niet. En in één keer roept hij, wow! En ik schrik mij kapot. En ik doe zo die naald in zijn buik. En lachen dat hij deed. Ja. Ja, dat is Ja. een mooie anekdote, inderdaad. Ik had, ja, en ik had, weet je, ik had, ik, aan de andere kant was ik al, Thomas ook altijd wel zorgzaam en betrouwbaar. Ik heb een behoorlijke tijd last van gehad van paniekaanvallen en die kwamen in zover dat ik ook geen auto meer durfde te rijden, omdat mijn eerste paniekaanval in een auto was. Toen heeft Toon en denk een half jaar lang mij overal naartoe gereden in mijn auto. Dus als ik door de week naar, we hadden toen verschillende toptrainingen, als ik naar Leiden moest of naar het zuiden van het land, dan reed Toon mij daar naartoe. Dus ja, daar heeft hij echt wel voor me klaargestaan altijd. En uiteindelijk ben ik ook. Toen zei hij: ja, probeer zelf maar weer even een stukje te rijden. Zei hij: dus rijd ik zelf een stukje. Maar de snelweg durfde ik niet op. Hij zegt: ja, rijd nou gewoon de snelweg op. Hij zegt: en dan stop je gewoon bij. Ik loop de eerste vluchtstrook op zien, op ga je eraf. Ik zeg: nou, laten we dat dan maar proberen. Dus dan reed ik de snelweg op. Ja, dan wilde ik bij de eerste benzinepomp, die was een paar honderd meter, die wilde ik eraf slaan. En Toon, ja, die pakte de stuurbeet en die duwde dan het stuur terug de weg op. Hij zegt, rijden, zegt hij. Hij zegt, anders kom je er nooit vanaf. Dus hij heeft me gewoon gedwongen om dat te doen. Dus zo was hij dan ook gewoon. We Ja. waren, dus ja, dus laatste. En dan, wat ons dan kan vertellen, blijven. We waren Dutch Open.
Net voor Mark van Haren was erbij, en Dennis Verhagen, ik weet niet meer wie dat toen was. Toen zijn we de Chinees wezen halen en toen zaten we te wachten op de Chinees. En die vrouw die vraagt, wil u bestellen, wil u bestellen? Hij zegt, sorry, ik heb even geen tijd, ik krijg een telefoon. Zat met zijn schoen, zat hij doen alsof het een telefoon was. Ja, was gewoon. Toon had altijd wel, probeerde altijd wel ergens humor van in te zien of iets leuks van te maken. Ja. Ja. Ja, we gaan hem missen. Ja, ik heb echt een zware kutweek achter de rug. Ik vond het echt heel zwaar. En ik altijd zitten denken om of Kira mee moest werken. En ja, nou heb ik dat gedaan, vind ik dat eigenlijk wel heel fijn. Het lucht toch gewoon een beetje op. En ja, weet je, iedereen heeft zijn eigen ervaringen met Toon. En ja, probeer het beste te onthouden. En negatieve dingen moeten nooit over nadenken. En het leuke van iemand te houden. En ja, laten we morgen nog een laatste eer bewijzen bij zijn crematie. Ik denk dat het druk wordt, dus mensen gaan vroeg. Het zal mij verbazen, ik denk dat er zomaar 500 man kan komen. En ja, laten we nooit vergeten wat voor een goede darter dat was en wat voor een fijn persoon. Ja, ik denk hij zal gemist worden in de dartswereld en daarbuiten. Hartstikke goed hoe je het verteld hebt, denk John. Hartstikke bedankt in ieder geval ook voor ja, de mooie verhalen en hoe je over hem gesproken hebt. En nou ja, heel veel succes en sterkte morgen. En nogmaals bedankt. Dankjewel.